Met de wet fiscale jurisdictie wil de overheid belasting gaan heffen over het Surinaams grondgebied en over de Surinaamse wateren. De Belastingwet voorziet er op dit moment niet in dat de overheid belastingen kan heffen over Surinaamse wateren. VAP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin stelde gisteren in de Nationale Assemblée dat bijvoorbeeld bepaalde wetten veranderd moeten worden, zodat er geen beperking meer is om over het geheel grondgebied belasting te kunnen heffen. De vraag is, en daar wil ik concreet stellen aan de regering, of wij hier bij de wet maritieme zone is gedefinieerd grondgebied, laten we zeggen welke activiteiten ontplooit kunnen worden, zouden we niet moeten gaan met betrekking tot de verschillende beheersdaden om in deze wet wat aanpassing te doen, waarbij wij geen dit soort wijzigingen hoeven te doen voor andere activiteiten. Laten we zeggen, hier gaat het om belastingen, maar als het gaat om andere type heffingen, dan wel, ik zeg maar, het is wel opgenomen in de wet maritieme zone, dat je voor het verkrijgen van een vergunning, dat je dat wordt wel daar opgenomen. Dus de vraag was of dat niet in de wet maritieme zone opgevangen zou kunnen worden. Rabindra Parmisser van de NDP zei dat de regering steeds meer mogelijkheden bekijkt om haar inkomsten te vergroten. Zijn hoop was dat de regering het volk niet elke keer weer zou confronteren met verhogingen. Echter gebeurt dat volgens Parmisser wel. Maar in tegendeel creativiteit aan de dag legde en andere alternatieven zocht om haar te voeren beleid te kunnen financieren en daarentegen ook kritisch kijkt naar zichzelf en haar eigen uitgavenpatroon. De vele verspillingen dienen weggewerkt te worden, voorzitter. En als ik dat afzet tegen Apinas Adesmai Pinano, Asandis Noboom. De verdere behandeling van de wet fiscale jurisdictie is verschoven naar de volgende week, waarbij de regering zal ingaan op vragen van het parlement.